Amsterdamse Telematica Raad. Ja, gisteren hadden we er al een uitzending over, maar we hadden nog wat materiaal. En met name had Jan Huip Blans van de Jellinek kwam eigenlijk niet volledig aan bod. Dus we gaan even terug naar dat dagje netwerken van de Amsterdamse Telematica Raad. Met de vraag, wat is dat eigenlijk voor instituut? Hebben we daar behoefte aan? Doen ze wat? Behalve dan zo één keer in de zoveel jaar een dagje iedereen bij elkaar halen. De geldzoekende geluksvinders uit de digitale wereld. Die kwamen praten met elkaar en zoeken naar geld op die dag van de Amsterdamse Telematica Raad. Ja, terwijl ik hier nog een papiertje in mijn handen heb van het PUK uitzendbureau. Het uitzendbureau voor, zoals Voila zegt, kutklusjes. Het kleinste uitzendbureau van Amsterdam voor uw kleinste klusjes. Vind ik wel leuk. Jan Huip Blans, Jellinek. Even in termen te blijven. jblans@jellinek.nl. Jij bent van de drugsbestrijding, mogen we niet meer zeggen. De drugsbegeleiding. Helpen mensen die willen minderen met alcohol- en drugsproblemen. En nou zit je hier op iets dat digitaal zou moeten. En jouw stellingen zijn: controle door opvoeders op surfen door kids is niet bevorderlijk voor leerzaam bezoek aan Jellinek site. Nee, want het gaat over drugs en soms misschien ook wel over alcohol. Je bedoelt die ouders die gaan... En die ouders moeten niet gaan zitten kijken waar jongeren gaan zitten turen en waar ze hun informatie over willen hebben, want dat roept allerlei taboes en narigheid op. Even denken aan vroeger, had je, toen ik jong was, blote meiden alleen in de encyclopedie of in het Museum voor Volkenkunde. Daar gingen we dan speciaal naartoe. Absoluut, en dan keek je ook altijd onder G en onder K en onder S en dat soort dingen. Ja, zo ben je dus ook aan je trekken. Ja. De tweede, afstandsbehandeling kan bevorderd worden door strikte protocolering van de behandeling. Ten tweede, eenvoudige multimedia altering tools. Ten derde, substituutinkomsten van AWBZ-verzekeraars en samenwerking met openbare gezondheidszorg. Jee, je hebt het nu over telemedicatie, telehulp. Ja, je hebt het over afstandsondersteuning, afstandsbehandeling bijvoorbeeld. En op het ogenblik wordt dat... Het is nog niet duidelijk. Je bedoelt, iemand gaat achter de computer zitten of achter de telefoon of welk medium dan ook. En zegt, ik ben ziek, ik heb deze problemen, hoe kun je me helpen? Het gaat over mensen die zeggen, ik zou bijvoorbeeld, laten we nou eens over tabakrokers hebben. Iedereen kan zich daar wat bij voorstellen. 26e keer mislukt met stoppen. En nu wil ik het eens een keertje wel laten lukken. Kan ik een site aanslaan die mij daarbij helpt? Nou, op het terrein van tabak nou toevallig niet de Jellinek, maar wel op het terrein van alcohol en drugs. Daar willen wij naartoe. En dat doen we samen met Finnen, die daar heel ver in ontwikkeld zijn op dat terrein. Moet ik me zo'n site voorstellen met allemaal hele enge foto's van longkanker? En... Integendeel. Je moet juist heel erg aansluiten bij wat klanten al in hun kop hebben. Dus als mensen weten dat het niet zo goed voor je lijf is, maar ze zijn voor de 26e keer doorgeslikt, moet je ze niet nog een keer toedienen, die informatie die ze al 2 jaar geleden gehad hebben of 20 jaar geleden. Dus je moet ze helpen in die situatie. Hoe ben je teruggevallen? In welke situatie was dat? Zet eens een keertje een week lang een dagboekje op met momenten waarop je doorzwikt. Wat veroorzaakt dat doorzwikken? Nou, met roken is dat bij mij altijd na het eten en na seks. Maar dat zullen bij andere mensen zal dat anders liggen. En dan bouw je op die manier een zekere bestandheid op tegen dat soort situaties. Dat kun je doen met ondersteuning, met een vriendelijke therapeut die dat via bijvoorbeeld internet met jou doorneemt. Maar wat je nou eigenlijk zegt, jongens, dat we moeten daar wat meer aan doen. We moeten ten eerste begrijpen hoe zo protocolering van de behandeling bedoel. Je moet begrijpen wat de anamnesefase is, dus wat iemand mankeert, waar gaat het om. Niet iemand die over roken van hars praat en heel verhalen voor tabak in zijn neus doen. Het moet duidelijk zijn, protocoleerd. Dan, eenvoudige multimedia altering tools. Wat is er fout aan HTML? Nou, voor veel therapeutisch ingestelde mensen is dat heel erg lastig. En dan moet je dus weer... Dat is al te lastig. Ja, dan moet je je verhaal dus weer vertalen naar iemand die dat goed beheerst. En dan raak je een deel van de informatie kwijt. Dus het zou goed zijn als mensen die zelf dat vak beheersen, de inhoud, ook in staat zijn om het in elkaar te zetten. In het verleden was de gedachte dat je hele moeilijke altering, zogenaamd heel makkelijk, maar dus heel ingewikkelde. Ik heb altijd beweerd dat HTML daar heel... afhandig voor was. Ik heb geloof ik zelfs 4 jaar geleden eens een keer naar de gemeente een brief gestuurd. Ik zeg, u zou nu af moeten stappen van dat woord perfect en alles in HTML nu al op gaan zetten met verwijzingen en zo. Nou, dat is nooit gebeurd, dus hoe gaat dat? En inmiddels zijn we natuurlijk ook alweer het haaltje verder. Hè? Dus het is, ja, maar voor simpele dingen, HTML, je kunt ook dynamic en zo, maar zo moeilijk is dat denken in menustructuren toch niet? Voor veel mensen is dat op dit moment nog een brug te ver.
Maar goed, daar kun je aan gewerkt. En dan staat er substituut inkomsten van ABWZ. Ah, je hebt erover. Als je dat gaat doen, moet er wel voor betaald worden. En dan moeten dus de zorgverzekeraars die anders de rekening zouden krijgen van die dokter of die hulpverlener die dat achter een bureautje doet. Dat geld moet over de brug komen. Ja, dat is een vorm van e-commerce waar de verzekeraars op dit moment natuurlijk nog niet aan toe zijn. Maar daar moeten ze wel over beginnen na te denken. Want anders dan bouwen ze hun eigen weerstand in. En die naam niet in de kaartenbak zit, dan is het geen klant. En als het geen klant is, krijg je er geen geld voor. Dus daar moet iets aan gedaan worden. Het lijkt me ook natuurlijk heel ongewenst als er een elektronische database zou staan waar iedere klant of iedere burger in Nederland in zou staan en zegt, oh, u behoort bij de AWBZ en het wordt zo betaald. Lijkt me ook wel een beetje eng. Ja, dus daar moet je een andere oplossing voor vinden. En daarom verwijs ik ook naar de openbare gezondheidszorg, die ook niet wordt afgerekend op klant, maar wel op wat ze allemaal in de epidemiologie doen. Wat je eigenlijk zegt, en dat hebben we vandaag gezien, heel veel mensen kwamen hier op deze Amsterdamse telematica-raad met een soort plan, met een idee van, hey, als we dat nou zouden doen, dan gaan we werken een stapje vooruit. Heb je het gevoel dat die Amsterdamse Telematica Raad daar in het verleden wat aan gedaan heeft? Dat hij dit begrepen heeft? Ik ken hem nog niet zo lang. Ik ben er wel eens voor uitgenodigd om er lid van te zijn. Toen vond ik mijzelf nog een analfabeet op dit terrein. Ik ben er nu wel meer in. En zitten er andere analfabeten in? Dat zijn jouw woorden. Nou, de Amsterdamse Telematica Raad in ieder geval heeft een heleboel mensen bij elkaar gebracht vanuit zeer vreemde disciplines. Ik pak even de laatste stelling nog van Jan Uitblans. Telematica maakt te weinig gebruik van de mogelijkheid op het lijf van de klant te schrijven. Tailoring van dit. Ja, kijk. Op het ogenblik is de beste tailoring die iedereen kent. Dat is als hij de Giro-pasje erin steekt of hij het in het Engels, in het Nederlands of in het Duits beantwoord wil krijgen. Vraagt hij iedere keer ook, wilt u een bonnetje of niet? En dan denk ik, hey, ik vraag nooit om een bonnetje, dat zou hij toch kunnen weten? Ja, zou hij dan nou maar eens op je dingetje bijschrijven. Hè? Die tailoring, dat moet een stuk verder gaan. Wat voor woorden ken ik? Wat heb ik voor ideeën over druggebruik en drankgebruik? Wat ben ik voor een type gebruiker? Wat heb ik allemaal al geprobeerd? Dat zijn allemaal dingen die je moet weten. Wil je mensen een goed maatpak leveren? Ook via internet. Of ik wil het wat breder maken. Ik heb het over afstandsbehandeling. En internet is daar een onderdeel van. Hè? Maar internet is natuurlijk vanwege de snelheid van de computer ongelooflijk goed in het mensen precies dat voorschotelen waar ze aan toe zijn. En bovendien kun je ook nog iets anders doen. Het is als mensen op hetzelfde plekje altijd weer een struikeling maken, bijvoorbeeld qua kennis, dan kun je natuurlijk een kleine subroutine maken die dat er voor eens en voor altijd inpompt. Dan krijg je een soort mastery learning systeem. En dat kan uitstekend werken. Kortom, jij zegt eigenlijk gewoon beter ontwerpen. Is de www.jellinek.nl site wel zo goed? Ik zou zeggen, laat alle mensen daar nou eens naar gaan kijken. Dan kunnen ze dat zelf beoordelen en dan kunnen ze ons een mailtje sturen met de reactie. Volgens mij is het wel een aardig site, maar het is constant in ontwikkeling. Een tijdje geleden in Amsterdam hebben ze van die zuiltjes neergezet, waar je helemaal vreselijk moeilijk, internetzuiltjes, werkt helemaal niet. Als ik wat wil vinden, dan moet ik die interface leren begrijpen. Zou het nou niet zo moeten zijn dat er in de stad gewoon een aantal publieke zuilen staat waar dit soort informatie gratis, ik ben dronken, ik heb vreemde paddo's gegeten, ik voel me zo raar, wat moet ik doen? Ben ik helemaal voor. Ik heb wel eens het gehad over digitale trapveldjes. Vergelijkbaar met het voetbalspelletje. Dat soort mogelijkheden moeten er zijn in Amsterdam. Gelegenheden waar je eventjes het web op kunt. Zonder al te veel moeilijkheden. Vandaalproof. En studentproof. En stupidproof. En dat je heel snel op je punt terechtkomt wat je de informatie die je hebben wilt. Ja, dat zou ik een groot voorstander van zijn. Oké, bedankt voor jou. Digitale trapveldjes, daar had minister van Bokstel het over. Leuk idee natuurlijk, maar moet je dat nou hier op de Keizersgracht doen in Felix Meritus of in achterstandswijken? Wat zijn dat eigenlijk, digitale trapveldjes? Is dat zoiets als de site die we in Amsterdam kennen? Een druk gesubsidieerd jongerencentrum waar vooral mensen van de PvdA aan het hoofd staan en wat eigenlijk gebruikt wordt als een soort promotieinstituut voor de PvdA? Ik weet het niet. Ik vind het allemaal gevaarlijk wat de overheid doet. We kunnen beter eens kijken wat er al is en wat er bedacht wordt op het gebied van digitale trapveldjes, speeleind, noem maar dingen zoals Nelson. Kees Vos, jij bent van Sirius en vertel me eens wat Nelson is. Nelson is een vogeltje en Nelson vliegt over de Bijlmer en ontmoet daar een aantal mensen en laat die mensen hun eigen verhaal vertellen. De bedoeling is dat wij dat op school laten zien, want Nelson is voor het onderwijs, het basisonderwijs. En Nelson vertelt zijn verhaal in de klas, zonder dat daar een meester of een juf bij hoeft te zijn. Want Nelson kan gebruik maken van een CD-ROM en van internet.
Nelson is dus een figuur, een paraplu-figuur. Het is een Surinaams vogeltje? Nee, gewoon. Maar wel een beetje kleurig vogeltje? Een heel kleurig vogeltje, ja zeker. Een kleurig vogeltje dat verhalen vertelt. En wat als figuur voor de kinderen. Welke leeftijdsgroep? Groep 3, groep 4. Dat zeg maar jonge kinderen. Kinderen van een jaar of 6, 7. En die moeten Nelson gebruiken om op zoek te gaan naar waar gebeurde verhalen. Want dat is het verhaal uit Amsterdam Zuidoost over, ik zag iets van milieupolitie. Maar noem eens wat andere voorbeelden. Een karateleraar uit Zuidoost. Een juffrouw die voor de klas staat. De wethouder die vertelt haar verhaal. Vertelt een waar gebeurd verhaal. Dat soort. Het waar gebeurde verhaal van de andere grote vogel die naar beneden kwam. Zit dat erin? Of omhoog gaat. Ja. Nee, van de Bijlmerramp of zo? Ja, nee, dat zit er niet in. Nee. Wij vonden het. Het mogen wel waar gebeurde verhalen zijn. Het mag emotioneel zijn, maar. Voorzichtig, precies. Het is een jonge leeftijdsgroep natuurlijk. Oké, nou. Nederlands gesproken? Of kun je ook kiezen welke taal je. Nee, het is Nederlands gesproken. Maar je kan je voorstellen dat iemand die uit Suriname komt. Misschien een Surinaams accent heeft. Of in het geval van de milieupolitie is het iemand die echt uit Amsterdam komt. En dat kan je horen ook. Als je dit nou vergelijkt met een videoband van de milieupolitie die door een leuke figuur, desnoods Nelson, wordt gemaakt. Wat is nou het verschil tussen een videoband en deze interactieve CD-ROM? Wij zijn ooit begonnen met het idee om het op internet uit te laten zenden. Zeg maar internet te gebruiken, zodat het op school gebruikt kan worden. Zodat het in het buurthuis gebruikt kan worden en ook eventueel bij ouders thuis. We hebben gesprekken gehad met A2000 om te kijken of er een goede verbinding zou kunnen komen. Dat is tot nu toe tot het niks uitgelopen. En wat het vraagt heel wat bandbreedte, zoals dat heet. En dat willen ze niet, want als je dat als in een webcast zou uitzenden, dat wil zeggen hetzelfde programma voor iedereen, maar ja, dan kan je net zo goed op de televisie stoppen. Ja. Daar hebben we ook over gedacht, ja. Nou, waarom doe je dat niet? Om Nelson een beetje bekend te maken. Het zou kunnen. Nou, we zijn nog steeds aan het overwegen wat nou het beste medium is. Overwegen gewoon bij ons komen, Kleurnet en Nelson. En dan draaien wij eens een paar van die verhaaltjes af. Straks even een afspraak met je. Ja. Dat lijkt me een goed idee. Want dan raakt Nelson bekend. Want het is natuurlijk niet alleen het idee dat Nelson met de huidige verhalen. Maar misschien hebben de kinderen zelf ook wel leuke verhalen. Nou, we hebben eraan. Kijk, het punt is natuurlijk Nelson op een vast tijdstip uitzenden. Dat lijkt ons een heel goed idee. We willen natuurlijk met die CD-ROM die we nu gemaakt hebben bereiken dat je Nelson kan uitzenden op het moment dat je dat wil. En in je eigen tempo, dat is het verschil met een videoband. Precies. Er zijn een aantal voordelen voor video wat betreft de kwaliteit. Maar wat betreft de interactiviteit met de CD-ROM kan het wel bewerkstelligd worden. En dat kon niet met de video. Maar het lijkt me een heel goed idee om Nelson nog uit te zenden. Ja. Zeg Sirius, een samenwerkingsproject van een aantal scholen. Hoe moet ik dat zien? Is dat een bedrijfje? Is dat een stichting? Het is een verzelfstandig schoolbestuur. Een verstandig schoolbestuur. Ja, betekent dat jullie geld hebben of niet? Dat is altijd. Net zoveel geld als anders, maar de afstand tussen politiek en school is ietsje groter geworden, zeg maar. En dit project, want dat moet nou pootjes krijgen. In de zin, er moeten scholen zijn waar ze ook voor die leeftijdsgroepen CD-ROM spelletjes hebben. Ja. Nou, op de meeste scholen is dat wel aanwezig. Misschien nog niet genoeg, maar het is wel aanwezig, dus dat kan. En ik bedoel, ik ben ook hier om het hele verhaal te promoten natuurlijk. Ja, dat is wel duidelijk dat hier die dag van de Telematica Stichting voornamelijk neerkomt op clubs die hun eigen ideetjes aan de grote klok kunnen hangen. Ja. Inclusief meneer Van Bokstel die alleen wel 20 miljoen meebracht voor zijn digitale trapveldjes. Ja, ik heb meneer Van Bokstel zelf niet gehoord, maar ik verwacht dat ik daar ook wat van krijg natuurlijk. Dit is een heel digitaal en nog voor kleinkinderen ook. Maar betekent dat nou dat de Bill Gates van de toekomst naar jou Nelson en verhalen uit Amsterdam Zuidoost gaan kijken? Nou, Dat is de analogie natuurlijk, hè? Cruijff met de trapveldjes, Bill Gates met de. Nou, wij willen Cruijff en Bill Gates maar gelijk binnenhalen. Het lijkt mij simpel. Wij richten ons natuurlijk op alle kinderen, ongeacht wat ze uiteindelijk gaan worden. Maar dit is een taalproject. Ik bedoel, ICT wordt gebruikt als een middel. En zo willen we het ook zien. Taal staat vooraf, kinderen moeten zich weerbaar kunnen maken, hun verhaal kunnen vertellen. Dat is de essentie waar het bij ons om gaat. Sommige auto's zie je vier keer rondrijden hier. Hè? En vooral op grote bussen. Terwijl er dus echt geen parkeerplekken zijn in Amsterdam voor dit soort situaties. We zitten er overigens op het nieuwe grachtenprofiel gelukt. U ziet hier dus geen paaltjes. En dat betekent dat zelfs minister Van Bokstel achter ons gewoon met zijn auto op de stoep is gaan staan. Nou, we gaan weer terug naar ATR en het congres. Dankjewel, Kees Vos. Graag gedaan. Content. Ook een kreet van minister Van Bokstel. En er zijn wat dat betreft natuurlijk allerlei mooie plannen. Ook de wethouder voor lokale media en cultuur, mevrouw Bruin-Nes,
kondigt aan dat de gemeente allerlei leuke dingen gaat doen op digitaal gebied. Maar er gebeurt nooit wat. Is dat typisch Amsterdam, Leo Jacobs? We lullen alleen maar. Ik denk niet dat het typisch Amsterdam is. Het is typisch voor overheden. Want dat kom je overal tegen. Toen ik met de gemeente Amsterdam op bezoek ging in New York, kwam ik precies hetzelfde verschijnsel tegen van een gemeentebestuur dat geweldig veel praat en daarmee de indruk weet te wekken dat het heel goed gaat. Maar als je dan in de buitenwijken gaat kijken, dan zie je dat daar precies hetzelfde gebeurt als hier. Namelijk dat de ellende zich van het dure centrum naar het buitengewoon armlastige buitengebied verplaatst. Overheden doen doorgaans niet zoveel anders dan ouwe en kreten uitslaan. En dat is al sinds de kerkvader. Dat klinkt een beetje zuur van iemand die leraar is aan de Filmacademie. En waar komende week, donderdag, door de toekomstige koning van Nederland, die dat nieuwe gebouw geopend wordt. Je zou toch een beetje gezagsgetrouw moeten zijn deze week? Ik ben ongezagsgetrouw geboren en ben dus ook nooit gezagsgetrouw geworden. En bovendien weten we niet zeker of hij koning wordt, want misschien besluit Nederland in zijn onbegrijpelijke wijsheid om de republiek uit te roepen voor die tijd. Hoewel iedereen erg tevreden schijnt te zijn met het huidige staatshoofd. Nee, maar de film. Hadden ze niet een iemand die van film houdt en er iets van weet kunnen uitnodigen om dat film. Museum zou zeggen, maar dat raken we ook al kwijt, om die filmacademie te openen. Misschien is deze keus, die de persoonlijke keuzes van de scheidende directeur, de reden dat deze directeur per 1 november vlucht naar de AVRO. En dat is natuurlijk een veilig onderkomen voor nullen en idioten. Dus wat dat betreft. Over dat gebouw van die filmacademie. Ik noem het de Matrix. Ik sta daar aan dat Visserplein daar. Is het waar? Ik heb begrepen dat er. Ik vond die letter waarop staat Filmacademie niet goed zien, maar dat nu al die groene blokken met lampen verlicht gaan worden, zodat we daar kunnen lezen, filmmuseum of zo. Dat weet ik niet. Oh, dit is geen geheime truc. Ik vind het een grote groene wand. Ik interesseer me alleen maar voor het onderwijs dat gegeven wordt aan studenten. Want de bedoeling van onderwijs is dat de studenten daar wat aan hebben. En de buitenkant van het gebouw vind ik totaal oninteressant. Ik vind het wat opzichtig en protserig, dat is waar. Onderwijsinstellingen horen heel onopvallend alleen maar van binnen interessant te zijn en niet van buiten. Maar daar ga ik verder niet in. Toch zou je moeten weten, of denk ik, dat als een film qua vorm en inhoud een beetje op hetzelfde plan zit, dat het beter werkt. Denk je dat ook de filmacademie die potentie heeft om wat protserig en wat overheersend te werk te gaan? Dat is niet het idee van de studenten die er studeren en van het merendeel van het docenten- en medewerkerskorps. Die willen helemaal niet naar buiten treden. Die willen gewoon heel goed onderwijs geven aan een buitengewoon gemotiveerde of onderwijs ontvangen als het om de studenten gaat. En die studenten zijn geweldig gemotiveerd. Ik ben lyrisch over de huidige generatie studenten. In het algemeen het hoger beroepsonderwijs. Ja, de generatie X is er nu een generatie die wel wat wil? Ik weet niet of er ooit een generatie niks was. Dat waren kreten uit de Partij van de Armoe, de PvdA. En daar heb ik ook verder geen boodschap aan. Ik heb dagelijks te maken met studenten tussen de, nou zeg, 17 en soms 45 jaar. Want we hebben ook wel eens wat oudere studenten. En die zijn stuk voor stuk prima. Er zitten haast geen mensen tussen waarvan je denkt van, ga alsjeblieft weg. Ze werken zich de pleuris. Ze vinden het fijn om hard te werken. En er komt vaak een heel redelijk product uit hun handen. En dat is de reden dat ik me net nou weer zo geërgerd heb aan de inleidingen van minister Van Boksel en wethouder Bruines. Dat ze met zo ontzettend weinig concrete dingen komen. Want waar bijvoorbeeld ook heel veel interesse voor is, dat is om heel hard aan de gang te gaan om dat ICT te bestuderen. Want daar moet je wat voor leren. Dat zijn lastige technieken om dat helemaal optimaal te kunnen gebruiken. En het is verschrikkelijk duur spul. Dus het onderwijs zou moeten worden uitgerust met de allernieuwste en duurste apparatuur. Het is niet anders. En film en televisie is al een duur soort opleiding. Daar heb je dure spullen voor nodig. Er zijn in Nederland toch heel veel mediaacademies en universiteiten met heel dure computers. We hebben in Amsterdam SARA, waar ze iets doen aan virtual reality. Ik had niet het gevoel dat er beknibbeld werd op computers aan het hoger onderwijs. Nou, bij ons dus wel. Zo simpel is het. En wij kunnen niet de allernieuwste technieken uitleggen aan de studenten en ze vervolgens daar flink op laten experimenteren. We hebben hele leuke dingen hoor. En we zijn natuurlijk primair een televisie- en filmacademie. Dus de grootste aandacht gaat naar film en televisie. Maar nieuwe media is verder een belangrijke sector. Ja, maar in die special effects, want die hele zware computers heb je natuurlijk vooral nodig om hele ingewikkelde dinosaurussen en bewegende
dingen te maken, hè? De stijl van de Amerikaanse... Nee, dat denk ik niet. Ik denk in de eerste plaats dus een communicatie, interactieve communicatie. Dus dat studenten in staat zijn om iets via internet ook uit te dragen. Maar is dat de taak van de filmacademie of zijn er andere opleidingen voor? Nou, er was één moment dat ik opeens dacht van, hé, daar had ik nog niet zo bij stilgestaan. Ik heb natuurlijk, net als bijvoorbeeld Peter van Buren in de Volkskrant, me afgevraagd hoe kon een buitengewoon zwakke film als The Blair Witch Project zo'n gigantisch succes worden. DV. Ja, dat is het gevolg, hè? De techniek was heel kleinschalig werken en daardoor heel dicht op de mensen zitten. Het is gemaakt met een dv-cameraatje, waar wij dus ook mee werken, een heel goedkope cameraatje. Ja. Waardoor je heel dicht op het subject kunt zitten en er een scheiding is gemaakt tussen die werkelijkheid. Ik denk dat dat project heel duidelijk laat zien dat als je de kijker maar vertelt dat er een scheiding is tussen die werkelijkheid daar en de werkelijkheid hier, dat het allemaal wel te slikken is en het is een waanzinnig succes, begrijp ik. Dat is niet alleen daardoor, het komt ook door de hele voorpubliciteit en die ging wel via digitale media, internet en dergelijke. En dat zijn verschijnselen die je aan de ene kant moet kunnen analyseren. En dat is dan meer de taak van universiteiten bij communicatiewetenschappen. En aan de andere kant moet je ermee uit de voeten kunnen. Je moet het kunnen toepassen. En dat is typisch iets wat bij ons ook hoort te worden onderwezen. En je gaat me nou toch niet vertellen dat mensen die films maken ze ook moeten kunnen verkopen. Want dat impliceert eigenlijk wat je nu zegt. Dat mensen zich moeten voorbereiden op het vermarkten van hun product. Ook dat, maar bovendien moeten ze ook in staat zijn om de communicatie via andere media dan de gewone eenrichtingsverkeer televisie en eenrichtingsverkeer film tot stand te brengen. Het is juist zo aardig. Ja, kijk eens, je kent mijn ideologie op dat punt. Toen ik met Radio Stad begon, had ik het er al over. Er moet tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Dat is nou typisch waarom die nieuwe media interessant zijn. Daar hebben ze het ook boven over. Dan zeggen ze, dan wordt het overheidsbeleid doorzichtiger gemaakt. Ja, toch nog altijd één richting, want de overheid... Geloof je werkelijk dat mensen, de kijkers, interactief zijn? Dat zal nog even duren. Want het grote project destijds in Zuid-Limburg, waar VNU, ik geloof... En 60... vele andere projecten vanaf in Amerika, heel veel projecten met die interactieve diensten, niet gelukt. Het internet is gelukt. Maar als je nou vraagt van, mijn oma van 83, doet hij er nog wat mee? Nee. Ik zie toch wat er gebeurt bij ons op school. En straks als het gebouw helemaal klaar is en ingericht en alles functioneert, dan weet ik dat alles wat er aan digitale apparatuur is, de meeste uiteenlopende vormen, die worden voor 100% benut door de studenten. Die zijn er geweldig mee bezig. En dan moeten ze de volle ruimte krijgen. En dan zie ik dat Van der Ploeg toch nog altijd vasthoudt aan zijn oude bezuinigingsplannen, waardoor ze niet die volle ruimte krijgen. En dat heeft te maken met geld. Het is een duur soort opleiding, maar als je in Nederland een behoorlijke audiovisuele opleiding wil hebben, dan moet je er ook wat geld voor over hebben. En dan moet je ook alle nieuwe media daarin toelaten. Nou weet ik wel dat er wat concurrentie is. Er zit ook een hele goede opleiding in Utrecht, om maar eens iets te noemen. En er zijn er nog wel meer. Maar bij ons is dat dus een probleem. Dat die opleiding niet kan worden uitgebouwd voldoende. Omdat daarvoor te weinig geld is. En omdat we continu met enorme financiële problemen zitten. Omdat de budgetten zakken in plaats van te stijgen. En nou, ik ga je niet voor... Goed, maar je zegt, daar komt een nieuw gebouw. Dat ziet er aan de buitenkant heel mooi en indrukwekkend uit. Maar wat erachter zit, had wel wat beter gekund. Ik had liever wat meer geld beschikbaar gezien voor binnen. En, want daar zijn grote problemen met de inrichting. Allerlei oude spullen van de Overtoom worden nu overgebracht. Dus goed, er kan worden... En er kan onderwijs worden gegeven, maar Van der Ploeg had nooit door mogen gaan met de bezuinigingsrondes zoals die ons zijn opgelegd. En dat leidt binnenkort tot grote problemen, want er is geen cent voor investeringen, terwijl je continu moet kunnen investeren. Die studenten komen niet alleen bij jou terecht. Kijk, jij werkt op een hele goedkope, efficiënte manier. Dat is een mogelijkheid, maar die studenten komen ook nog wel eens ergens anders terecht. En dan moeten ze ook in staat zijn om met veel duurdere technieken te werken. En dan moeten ze in staat zijn om... Is dat nou een teleurstelling voor jou als docent van zo'n film- en televisieacademie, dat ik helemaal geen mensen wil hebben van die televisieacademie? Omdat ik vind dat ze volledig verkeerd zijn opgeleid in een veel te dure en een te grootschalige aanpak. Nee, dat is geen teleurstelling voor me. Dan blijkt dus dat we nog niet alle aspecten van audiovisuele communicatie, en dan liefst in twee richtingen, interactief, behoorlijk onderrichten. Nee, dat snap ik wel. Ze groeien op in een cultuur waarin ze meestal heel aardig uit de voeten kunnen. Maar jij bent natuurlijk niet representatief. De mensen die van de filmacademie of de Hilversum komen, die willen scriptcurls en die willen dit en er moet alles geregeld zijn. Het probleem is dus dat ik denk dat die mensen die zijn opgeleid in die klassieke televisie-filmwereld zoveel spullen nodig hebben, zoveel hulptroepen, zoveel scriptgirls, zoveel belichting, zoveel gaffers, zoveel dat soort volk.
En dat ze zich daardoor uit de markt prijzen. Nou, ze worden allemaal voorbereid op het Nederlandse filmklimaat. En dan denken inderdaad filmers, afgezien van mensen vroeger, Pim Laparre, en er zijn er nog een paar. Editor Stal, die maakt ook nog een film voor 40.000 gulden. En dan is hij nog leuk ook. Die studenten moeten ook tegelijkertijd uit de voeten kunnen bij veel te dure films. Nou, laten we zeggen, de conventionele aanpak zoals Frans Wijs dat doet bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Of Dick Maas, die heeft ook 10 miljoen nodig. Mike van Diem heeft iets beeldschoons gemaakt, maar het heeft ook weer tegen de 10 miljoen gekost. Maar ik heb ook studenten die helemaal in een eentje met een camera op hun nek, hooguit nog iemand, om eventueel te zorgen dat het geluid er heel mooi op komt. Dus met z'n tweetjes naar een of ander eng gebied in Azië trekken, om daar een fantastische documentaire te maken over de laatste Joodse gemeenschap in een van die staans. Niet Azerbeidzjan, maar een ander staan, weet ik veel. Zoiets. En dan komen ze met een schitterend product terug. Een van de technologische ontwikkelingen is, dat heet line doubling. Dat wil zeggen dat je van relatief krap materiaal, zeg maar een VHS kwaliteit, kun je digibetter maken door via wiskundige technieken die steeds beter worden, als het ware, de tussenliggende puntjes in te vullen. Je krijgt dus, je kunt dus eigenlijk van heel matig video zou je heel breed filmbeeld kunnen maken zelfs. In heel groot. Dat is de ontwikkeling van de komende 10 jaar. Dat betekent eigenlijk dat de kwaliteit van het beeld er niet meer zoveel toe doet. Dat kun je dus overal schieten. Maar dat de creatieve inhoud steeds belangrijker wordt. Ik heb nu juist het gevoel dat het techniek in een soort opleiding als waar jij bij zit, Filmacademie, voorop staat. Er is ontzettend veel interesse voor de inhoud van wat wordt verteld. Ik geef toe dat het Nederlands filmklimaat in het algemeen nogal behoudend is. Dus studenten die met iets heel nieuws willen komen aan de ene kant, die hebben het soms wat moeilijk. Maar dat is heel goed, want dan zijn ze voorbereid op het beroepsveld. Aan de andere kant zie ik ook dat die studenten zelf natuurlijk de neiging, want ze beginnen net. En het is een vak waaraan je echt begint op het moment dat je daar op school komt. Zelfs als je al een paar jaar hebt meegedraaid. Dan moet je dingen zelf gaan bedenken. Maar dan heb je de neiging om je te laten beïnvloeden door dingen die je bewondert. Dat heb ik ook al gezien. Ik weet zeker dat de studenten die stijf van bewondering staan voor de Blair Witch Project, die komen straks allemaal met goedkope imitaties. Datzelfde hebben we gezien toen ze Pulp Fiction van Tarantino zo mooi vonden. Dat is een hele jammerlijke ontwikkeling, maar dan denk ik, ze komen er nog wel achter dat dat het niet is. En dan op een gegeven moment zullen ze heus wel inzien dat de inhoud het belangrijkste is en dat met die vorm van alles te doen is. En overigens zijn we daarop voorbereid, want we hebben nu zelfs al digitale VHS montagemogelijkheden. Dat betekent dus dat we weer terugkomen bij dat oude VHS. En dat straks, als dat beeld inderdaad tekort schiet, dat het wordt opgeblazen. En er zijn altijd films geweest op de goedkoopste dragers. Ondertussen zien we meneer Van Bokstel in de auto stappen. Die heeft het alweer gezien op het congres van de Amsterdamse Telematica Raad. En stapt weer begeleid door secondanten. Vind je nou dat zo'n man niet alleen praatjes, maar ook iets doet aan de ontwikkeling van, in dit geval digitale trapveldjes, maar die digitale creatie? Ik heb uit de D66-hoek nog nooit iets zien komen. Er lopen een paar mensen rond die ik erg aardig vind. Maar het is een partij met een buitengewoon geringe diepgang. Een buitengewoon dunne en magere ideologie. D66 is naar mijn gevoel een volkomen overbodig verschijnsel in de Nederlandse politiek. En de ministerzetel van meneer Van Boksel, dat was een truc om die kabinetsformatie rond te krijgen. En iedereen wist van meet af aan dat hij er voor spek en bonen bij zat. En eigenlijk gun ik dat mijn beste vrienden niet. Maar goed, laten we hopen dat hij gelijk heeft dat het millenniumprobleem is opgelost. Want dat gaan we nog krijgen. Leo Jacobs, we hebben met je gesproken. Filmacademie van de week. Nieuwe gebouw open. Willem-Alexander. En ik ga kijken of er lichtjes aangaan.